Goedemorgen iedereen, welkom bij een nieuwe video. Ik ben bij Miss Dada en Nice Family is ook hier. Dat is bij Overdrive Sports en we zijn in een nieuwe zaak vandaag. Kei chic, ik zal zelfs meer laten zien. Daarom! Amai. Het is weer zwaar, hè? Oh, hè? Ja. Ja. Kijk maar eens hoe zwaar die nek is. Lekker zweet. Dat is zo wat op. Waar heb je gedaan trouwens? Mijn koortje. Dat is extra penis. That's what she said. Training zit erop. Amai. De laatste, dat boksen, dat was wel killing altijd, hè? Dat was wel fijn. Waar wilt je? Ja, is goed, zal ik de loopband nemen? Ik ga jullie trouwens ook even een rondleiding geven hier. In de nieuwe praktijk van Leslie. Daar gaan we. Hier kom je naar beneden. Daar is Nick. Daar is Céline. Hier hebben we de cardio toestellen. Hier hebben we een zithoek. Super gezellig. Een bar waar we geen alcohol mogen drinken. Céline gaat ontspannen. En dan komen we hier in de workout room. Dus hier trainen we met z'n drie. En dan hier hebben we de box. Kamer, oeh, dat is wel stoer vind ik zo, hier in die kelder, dat is echt vet. Dat is echt wel chic zoals je hier bokst, ik voel me gelijk een echte domme. Dat is echt wel vet. Hier is Leslie haar kantoor, ja. En Leslie en al haar trofees, shit man. Deze. Oh jong, dat is wel niet normaal. Wereldkampioenschap. Oh ja, hoe en waar was dat? In Thailand. In Thailand? Het gereikt door de koning van Wauw. Wow. Hier, oh ja, dat is zo. Deze plaatste in mei. Rusland, derde spons. In mei heb je nog gedaan? Ja, heb je nog... deze mei. Hè? Ah, och, ik dacht dat jij gestopt was. Ja, sinds mei. Hè? Ah, sinds mei. Ja. Oh ja. Ja, dat is wel echt vet. Amai, daar mogen we wel fier op zijn. En dan hebben we hier... de terug cardiokamer en de kleedkamer. Alright, hey. Sporten was zo goed. Het heeft me echt deugd gedaan. Vooral dat laatste, dat boksen. Want ik had het gevoel dat ik wel wat dingen moest, stom moest aflaten. Zo. Dus dat is wel fijn. Want ik voelde me deze morgen best zo... ja, gestrest en ambetant met alles wat er in mijn leven aan de gang is. En Céline en ik hebben het echt enorm druk. Er is heel veel behind the scenes van onze vlogs, wat dat we doen, wat jullie allemaal niet zien. En het is echt druk. De voorbije weken zijn echt gigantisch druk geweest.
waren er gisteren nog over bezig dat we echt moeten kijken wat we aannemen en wat niet. Omdat we gewoon geen tijd hebben voor sommige dingen te doen. Sommige dingen wilt je graag doen. Oeh, ik heb mijn gsm. Mijn camera. Sommige dingen willen we graag doen. Maar eens als dat dan de moment daar is, dan denken we, ah, wat hadden we beter niet gedaan. Want nu hebben we zoveel tijd verloren met dit of met dit. Dus, oh. Ik ben mijn camera hier aan het balanceren op mijn dashboard. Dus ik heb niet zo'n ding wat dat vasthoudt. Dus ja, het is even allemaal heel veel. En ook in mijn leven en zo. Zoals jullie weten dat mijn huis te koop staat. Ik ben aan het zoeken naar een oplossing. Omdat ik niet meer daar wil blijven wonen. Dat is ver voor mijn werk en let's be honest, dat is redelijk awkward om nog met uw ex samen te wonen. Allee ja, awkward. Op zich eigenlijk niet echt, want ik trek me daar niet heel veel van aan. Maar toch is dat wel zo een dubbel gevoel. Het is meer dus, dan een half uur file eigenlijk. Dus ja, er is momenteel heel veel gaande. Maar wel fijn natuurlijk, sommige dingen. Allee, de meeste dingen zijn fijn. Sommige dingen zijn minder fijn. Maar het komt wel allemaal goed. Oké, ik ben keihard aan het zagen waarschijnlijk. Jullie denken, oh god, Alisa, hou die zeven voor jullie, voor uw eigen. Maar ja, dat doet soms dus goed om uw hart ook eens te luchten. Hè. En jullie zijn een beetje zoals mijn familie en mijn vrienden. Dus ik deel dat graag met jullie. En nu ben ik onderweg naar Hasselt, want we gaan weer afspreken met de dames van Pew Pew, met Sarah en Louisa. Die waren trouwens in de vorige vlog op de boekpresentatie in Zonhoven, waren die ook. Die waren zo als verrassing langsgekomen. Kei fijn. Dus we gaan eten. Ik weet nog niet waar we gaan eten en zo, maar dat zal ik jullie straks allemaal vertellen. En natuurlijk gezond eten, want we hebben net goed gesport met Leslie. En volgende week hebben we een meting. Onze na 3 weken meting eigenlijk. Dus heel benieuwd. Trouwens, hoe cool waren Leslie haar bekers en haar medailles? Ik wist echt niet dat hij er zoveel had. Ik dacht echt, wow, vet. Het is echt wel chic. Het is dus echt wereldkampioen Thai-box geweest. In Thailand was dat toen, vertelde ze. Dus dat is wel echt vet, amai. En ook nog, ja, ik weet het niet meer juist, maar ze heeft heel veel prijzen gewonnen. Alleszins. En daar krijgen we les van. Dat is echt wel vet. Dus je weet hè, als je daarmee traint, dan gaat je echt ripped zijn. Gaat je er echt strak uitzien na zoveel weken. Dus ik ben echt wel blij dat we haar hebben gevonden om mee te trainen. Oké, nu ga ik verder rijden en dan zie ik jullie straks weer. Hey! Ja, daar zijn ze staan. Zijn we het ja, echt waar. Oh, dat ziet er ook goed uit. Hè. Laat je niet. Ik ben thuis. Echt heel snel omgekleed. Want nu moet ik weer weg. Nu gaan we voor 241 eten in Sint-Truiden bij het Speelhof. Dit is het kleedje wat ik aan heb van de Zara. En mijn botjes zijn van de Perska, maar van vorig jaar, denk ik. Zoals mijn outfit, op naar Sint-Truiden. En, oei, oh, het is hier kei donker. Oké, dat is beter. Ik doe ook nog deze jas erover aan. Dus dat is zo'n trenchcoat in een roeskleur. En die is ook van de Perska. Ja. Dat is echt zo typisch. Altijd als ik gehaast ben, dan komt hier een trein voorbij. Altijd, hè. Dat is echt waar. Ah, ik krijg er zenuwen van. Stomme treinen hier in Bilze. Ja, in Beringen is dat ook, maar niet via een weg die ik altijd moet nemen of zo.
Oké, we zijn nu bij het speelhof. Ja. Maar hoe is het? Afspanning. Afspanning. Afspanning in het speelhof in Sint-Truiden met 241 en we gaan weer eten. Yes. Eerste is al gearriveerd en dat ziet er heel lekker uit. Het was een stukje dat Alisa doet. Alsjeblieft. En dit is ons voorgerecht. Jij mocht zeggen wat erop ligt. Er ligt salami op. Ja. Met kaasjes. Ja. Stokbrood en dan een tapenade van iets met tomaat, denk ik. Ja, oké, super. Dankjewel, Celine. Graag gedaan, Alisa. Yummy, ons eten is er. Ik heb runderreepjes, hoe noem je dat? Tagliata of zoiets, ja. Met rucola, tomaatjes en sla en zo. Is het warm? Oké, nagerechtje hebben we fruit en een theetje. Gegeten, het was echt heel lekker. Ik zal ook weer alle info hieronder zetten. Van 241 en van waar we zijn gaan eten. Het was echt goed. Nu gaan we naar huis vertrekken. En dan slapen waarschijnlijk. Want ik ben wel moe. Trouwens, ik zit in een kei chique auto. Een M235i. Denk ik. Een blauwe. Heel mooi. Echt heel chic. En ik trek echt super hard op. En nu wil ik ook zo'n auto hebben. Ik ben jaloers. Ik wil ook zo'n auto. Dat is mijn volgende doel. Mijn volgende doel in mijn leven. Om ook zo'n chique auto te hebben. Machine, jong. Ik ga ook zo een kopen. Ik ben thuis. Oh, ik ben moe. De stans mag niet zo laat. Het is 10:45. Hoort je de katjes? Milky! Oh, ja. Ik zit nog in de gang en die horen dat echt als ik binnenkom. En dan willen die mij. Allee, ik bedoel, dan willen die mijn aandacht of zo, ik weet niet. Die janken dan altijd zo aan de deur. Het was een hele fijne avond. Ik heb me echt wel goed geamuseerd. Goed gebabbeld ook en zo. Ik had het nodig vandaag. Dus dat is wel fijn. Ook met Pew Pew. Goed gebabbeld. Dus dat is wel altijd heel fijn. Ik merk ook met Pew Pew. Dat worden echt zo meer en meer echt heel goede vriendinnen. Allee, we waren wel hele goede vriendinnen, maar Milky, ik kom zo. Maar er zijn echt, ja, met de keer heb ik zo echt nog meer een band met hun. Dus dat is wel heel fijn. Wat wil ik nog zeggen? Ik weet het eigenlijk niet meer. Milky. Ah ja, wat ik nog wou zeggen. De auto is van een vriend van mij. Voordat jullie vragen beginnen te stellen of zo. Dat is van een goede vriend van mij. En ik ga nu ook slapen. En ja, dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Hè. Dus zeker een thumbs up. En abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie volgende keer. Mwah.